Afgelopen woensdag 6 september kreeg ik van het gemeentesecretariaat van de gemeente Wassenaar een informatiebrief toegestuurd. Uh, tegelijkertijd uh, kregen ook de leden van de gemeenteraad van Wassenaar diezelfde brief toegestuurd. En dat, uh, hij is afkomstig van Leendert de Lange, de voorzitter van de Nederlandse Reddingsbrigade. Toevallig ook uh, uh, burgemeester van Wassenaar. Deze brief gaat over uh, de Duitse jongen die op 11 juli. 2023 is verdronken bij de Wassenaarse Slag en uh, ik laat deze brief nu even uh, voorbij komen. Je kan hem altijd even stilzetten en uh, dan zie je waar, uh, wat er volgens Leendert is gebeurd. Uh, de Lange en uh, Karin Handstede, de gemeentesecretaris. Ja, die uh, hebben enkele dingen in die brief weggelaten. En als je er niet over schrijft, dan bestaat het ook niet. Dan, dan is het misschien ook niet gebeurd. Waren het niet dat ik op 11 juli het een en ander heb gefilmd en ik op 11 en 12 juli uh, mensen heb gesproken op de wassenaarsslag slag. Die daar werkten en ook uh, die uh, gezien hebben wie er uh, betrokken is bij het redden van de twee Duitse jongens. Eén verdronker en twee uh, familieleden die zijn toch gered. En uh, ja, de gemeentesecretaris heeft mij ook nog onder druk gezet om uh, een filmpje van YouTube uh, af te halen. Daar wordt ook niet over gesproken. Ik zet even deze punten op een rijtje. Kijk er even rustig naar. Er is meer, maar ik heb enkele punten maar even genoteerd. Ik wil nog even benadrukken dat ik het niet gemunt heb op vrijwilligers van de Wassenaarse Reddingsbrigade en of de Katwijkse Reddingsbrigade. Want die doen uitstekend en zeer waardevol werk. Ik, uh, mijn focus ligt op Leendert de Lange, uh, de voorzitter, bestuur, Nederlandse Reddingsbrigade. Toevallig ook nog burgemeester van Wassenaar. Uh, ja, mijn zin is dat toch een beetje van een soort uh, doofpotachtige. Uh, uh, Praktijken, daar hou ik helemaal niet van. Dat heb ik bij justitie ben ik dat heel vaak tegengekomen. En toevallig uh, uh, ja, ben ik veel op de Wassenaarse Slag te vinden en liep ik tegen deze kwestie aan. En vanaf meet af aan heb ik gezien dat het niet klopte. Dus uh, goed werk, Wassenaarse en Katwijkse Reddingsbrigade. Zeer waardevol, onmisbaar. Maar uh, mijn focus ligt uh, op Leendert de Lange en Karin Handsteden. Die dienen op te stappen. Echt waar? Ze zijn nooit gekozen ook. En uh, als je niet de waarheid spreekt en als je rare praktijk uitvoert, dan moet je wieberen. Dat vind ik dan. Fijne avond.